Wow, ja, ik ben hier vandaag weer eindelijk met Sophie. En we hadden van die vet professionele microfoontjes om, maar die deden het niet omdat Sophie die van haar vergeten was aan te zetten. Ik zit hier eigenlijk alleen maar met haar omdat de vorige video best wel veel weergave heeft gekregen. Ik weet niet of het door haar komt of door mij. Ik heb het in ieder geval goed gedaan. Ik denk dat het door de kat kwam. We gaan vandaag een Snapchat Q&A doen. Oh, kut. Ja, we gaan vandaag een Snapchat Q&A doen. Als je nog niet volgt op Snapchat, dat kan ook. Laten we maar gewoon beginnen met de allereerste vraag. Yes. Wat doe je dan met je vraag? Wat is je lievelingsnummer uit het album Scandinavian Boys van Joost? Ik wil antwoord geven. Nee, deze vraag die stelt ze gewoon en dan gaan we nu gewoon door naar de volgende. Wat vind je van Sophie? Ik vind je asociaal. Bedoel je niet antisociaal? Wat jij bedoelt. Want ik ben niet onbeleefd, soms. Sophie, zou je kiezen voor Bosse Bolle of voor Jesse? Oh, godverdomme. Nou, mijn favoriete nummer van Scandinavian. What the fuck? Wat haat jullie het allermeest? Dolfijnentrainer. Bouwkunde specialist. Is dat een beroep? Ongetwijfeld. Hoeveel keer heb je gezoend? Ik er nog nooit. Telt met je katten ook. Wil je een tatoeage? Zo ja, waar en wat? Nou, ik wil super graag nog een keer een tatoeage van Shawn Mendes. Yeah. Wat staat er? In die minuut. Wauw. Dit is dus de reden waarom ik mijn Snapchat nummer al gesproken dicht heb staan. Het ben supreme. Oh ja, zeker. Nooit meer YouTube of nooit meer leven? Ik denk nooit meer YouTube, want ja, anders dan als je nooit meer leeft, dan heb je ook geen YouTube meer. Dus. Ik zou nooit meer leven. Blijf of je voor altijd single. We hebben gewoon even wat thee gedronken op de bank, gewoon even wat gekletst. Stilte, maar ja, misschien is dat ook een beetje omdat je allebei een beetje op gang moet komen, hè? Oké. Ben je een poser? Nee. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Laat een langs geleden foto uit je galerij zien. Oké, okay, dit is Sophie de foto. Ik dacht dat Miley Cyrus in de McDonald's zat. Hoe heb je Sophie leren kennen? Ik heb Sophie leren kennen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja, met mij gaat het echt. Liever KFC of liever McDonald's? McDonald's. McDonald's. Wat is je lievelingsliedje? De diss track van Winston. Zeg maar lul, yes, jij bent fucking irritant! Nou jongens, doe allemaal een blauw duimpje. She's a bad thing. Woe! Fine as hell. Think it's fuck, my guy.